Goeiedag, meneer Koopman. Goedemiddag, mijn naam is Shidam Santing van het Alpha College. Ik ben de projectleider hier. Dat is een groot programma wat we op het Alpha College hebben. En dat is een deelproject daarvan. En dat mag ik dan leiden. We hebben hier onze festival wat wij vandaag organiseren op het thema gezonde voeding en gezonde beweging. En hier zijn we een tweedaagse evenement hebben we hier voorbereid vanuit het Alpha College. Onder de samenwerking ook met studenten vanuit NHL Stenden Hogeschool. En vooral de drie ondernemers Barry Beuker, Henry Offerijn en Bert Zuidema hebben ons gevraagd, willen jullie samen met ons die eerste toeristische seizoen van Strand Nijstad openen? Nou, dat is toch geweldig. Wil je eens kijken, wat een accommodatie. Nou, wat een accommodatie. In Duitsland zeggen we, wat een keizerwetter, hè, wat een weer. Cold. Het is wel koud, maar de zon schijnt. Dat ja, is dat is wel. We gaan niet klagen over het weer, dat doen wij niet. Was het moeilijk? Nou, het was helemaal niet moeilijk. Het was wel organisatorisch een uitdaging. Want dat hebben helemaal onze studenten organiseerd. In samenwerking natuurlijk met de ondernemers. En dat vinden wij heel belangrijk vanuit het Alpha College. Dat we onze studenten zo goed mogelijk regionaal opleiden. En als professionals. En dat kunnen wij vanuit het onderwijs niet alleen. Hiervoor hebben we gewoon ook regionale ondernemers nodig. Die gewoon vraagstukken hebben. Of een evenement. Of een onderzoek. Of gewoon waar we samen naar kunnen kijken en de studenten hebben een frisse blik. Hoe lang ben je nu al mee bezig dan? Met zo'n deelproject, hoe lang ben je er nou ongeveer mee bezig om te zeggen, oké, we hebben nou de ondernemers bij elkaar, ja. We hebben de leerlingen bij elkaar, ja. En we kunnen nou het project starten. Hoe lang ben je dan bezig? Met dat project zijn we ongeveer in september gestart. Dat hele project regionale investeringsfonds is in september 2015 gestart. Gaat tot en met augustus 2019. En dat deelproject heeft gewoon samen met die ondernemers gewoon gezegd, oké, als dat jullie vraag is en jullie willen samen met ons die eerste toeristische seizoen openen, dat is natuurlijk ook fantastisch voor het Alpha College, dan gaan we je vorm aan geven. En in september 2018 zijn we hiermee gestart, zodat wij dan echt ruim 10 maanden de tijd hadden om dat hier zover te krijgen. En onze studenten, meer als 250 studenten, hebben dat meegeorganiseerd. Het meeste vanuit het Alpha College, maar ook studenten vanuit NHL Stenden. Ja, die doet dan meer management en dergelijke. Dat is meer de opleiding voor managers. Ja, dat klopt. Voor managers ook. Maar op het Alpha College hebben we ook natuurlijk managementopleidingen op MBO 4 niveau. Maar de HBO-student die wij hebben, dat is Gabi Bos, die heeft hier ook haar afstudieopdracht en haar scriptie aangekoppeld. Ze studeert. Oei! Als dat misgaat, dan hebben we een probleem. Als ik dat even vertalen, Gabi die moet nog een heleboel te schrijven en pen en mensen overtuigen dat dit gewoon een ideaal systeem was om ermee te werken. Gabi Bos heb ik leren kennen toen ze 16 jaar was. Toen kwam ze bij ons op het Alpha College studeren voor leisure en vrije tijd. En toerisme. En toen wist ze nadat MBO 4 niet wat ze wil doen. We hadden toen ook een recessie. Het was veel werkloosheid. Ik zeg, meid, ga alsjeblieft verder studeren. Pak de vervolgstudie die hier heel goed bij aansluit. En dat was leisure en event management in Emmen. En dat heeft ze gedaan. En nu kwam ze weer naar mij toe afgelopen jaar. En zegt, mag ik bij u stage lopen en mijn eindscriptie bij u doen? En mijn ja. Eén keer vrienden, altijd vrienden. Als je één keer goed bent, dan weten ze, kwaliteit zwemt naar boven. Hè? Zo heet dat, geloof ik. Precies. En nu zijn we zover, dus dat zij nu ook nog haar eindscriptie hieraan doet. En weer voor het Alpha College. Nou, kan Gabi wel moeilijke vragen stellen, hè? Stel haar goede vragen, zodat ze niet kan zakken. Hè? Maar ja, ze moeten daarvoor wel wat doen. Zo werkt. Tuurlijk, je krijgt het niet. Je moet daarvoor wel wat doen, hè? Ik wil wel resultaten zien. Precies. Nou, ik hoop dat hij straks zegt, hij dat weer teruggeziet, dat hij zegt, ik heb een goede motivatie gegeven aan Gabi, zodat ze die lessenpunten zegt met een lach op het gezicht. Tuurlijk. En bij de diplomering wil ik jullie wel weer zien. Dan gaan we wel erbij zijn als Gabi gediplomeerd wordt. Is dat afgesproken? Ik zal het overleggen met mijn regisseur. Doen we. Die zit door. Hij knikt al. Ik ben me zeker dat hij ja zegt. Gaan we doen, want dan begeleiden we Gabi tot het eind. Dag. Dag. Roelof.
Gabi. Hoi. Hallo. Ik ben vandaag met u op pad, maar je bent eigenlijk met Koopman op pad. Dat klopt, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, eigenlijk wel. En Gabi, wat ben je aan het doen vandaag? Ik zit in de organisatie van het La Dolce Drenthe Festival. Dus het hele terrein op Strand Nijstad wordt omgetoverd tot een groot festivalspectakel. Waar komt die naam Dolce vandaan? Dat komt vanuit de eigenaar Barry Beuker, de eigenaar van het terrein. Het heeft te maken met een vleugje Italië, dus lekker zomers, lekker vakantiegevoel. Ja. Is vandaag pizza's en dat soort dingen? Nou, het thema is wel aardig gericht op gezonde voeding en veel sportactiviteiten. Dus echte pizza's die zul je op het terrein niet weer vinden. Wel juist gezonde hapjes gemaakt door horecastudenten die echt hun best doen om juist iets lekkers op een gezonde manier te laten proeven. Precies. Ja. Gabi, een foodtruck festival, wat houdt dat nou in? Een foodtruckfestival, dat is dus eigenlijk een klein deel van ons festival. Dus het bestaat niet alleen maar uit de foodtrucks, maar er zijn... Oh, dat had ik begrepen. Nou ja, deels wel hoor. Er zijn foodtrucks aanwezig zometeen. Ook zij hebben lekkere en ook wel gezonde gerechten. En ook wel wat anders, bijvoorbeeld vega gerechten. Dus zij zijn aanwezig, maar het is eigenlijk maar een klein deel van het gehele festival. Dus er gebeurt nog veel meer dan alleen de foodtrucks. Dus, en wat gebeurt er nog meer? Ik heb daar net al meestal zien sporten, zien roeien en zo. Is dat ook allemaal onterrein? Ja, er wordt vandaag vanuit het Alpha College een sportdag georganiseerd voor alle eerstejaars studenten van het Alpha College in Hoogveen. Dus zij zijn vanochtend om 10 uur is de eerste lichting gekomen. Vanmiddag om 1 uur komen er nog meer sportdagstudenten. Morgen hetzelfde verhaal, dus ook weer de studenten voor de sportdag. Ook weer om 7:15? Nou, niet om 15:15, zij niet, maar... Hier wel? Ik wel, ja, helaas. Nee hoor, nee, dat geeft niks, dat hoort er natuurlijk bij. En de sportdagstudenten die gaan lekker op het water ook. Dus ze zijn bezig met kanoën, suppen. Best wel koud, maar het zonnetje schijnt. Dus hopelijk blijven ze erin zitten, dan komt het allemaal goed. Hoeveel mensen Marino aansturen vandaag? Ongeveer, ik doe het niet alleen hoor, ongeveer ik denk 50 studenten alleen al die meehelpen. Dus zij regelen activiteiten, ik begeleid het, maar er zijn ook docenten die mij helpen. En ik heb een eigen, ja heel luxe eigenlijk, een eigen organisatiegroepje van studenten die mij daarbij ondersteunen. Hoeveel? Dat zijn er 7. En die SUM die rapporteert dat hoe het hele systeem werkt. Ja, en ik delegeer ze niet hoor. Dus ze kunnen heel veel, ze weten zelf echt van alles wat weten ze. Dus ze kunnen het zelf echt flink uitwerken. Ja, maar nu heb ik heel stiekem, heb ik wel gehoord, dat er hier een boel te schrijven wordt. Ja, maar er gebeurt van alles en nog wat. Dat heb ik wel gehoord. Je moet het wel troggelen naar... Ja, tuurlijk, weet je, ik kan niet zeggen dat ik het allemaal alleen doe, hoor. Ik heb genoeg hulp van alle kanten. Jawel, maar het is wel aan u gegund om daar een afstudeeropdracht van te maken. Ja, zeker. Dus dit is ook eigenlijk mijn afstudeerstage. Ik ben ook, 2 weken na dit event heb ik mijn stage afgerond. Dus hopelijk verloopt het allemaal goed. Ik hoop niet dat het iets met mijn stage... Nee, maar dat komt allemaal goed. Ja. Wat voor punt heb je speciaal op in een scriptie? Waar het echt aan moet voldoen? Ja, mijn scriptie, daar ga ik vanaf begin mei. Dus als mijn stage is afgelopen, ga ik me daarop focussen. Dus mijn precieze plan ligt nog niet klaar. Maar ik kan wel verklappen dat het wel over het recreatiegebied Nijstad gaat zijn. Dus ik ga een onderzoek starten over... Je stelt me een beetje gerust, want ik denk, nou, dan zitten we hier straks en dan giet het niet over Nijstad. Nee, zeker niet. Nee hoor. Dus, dit is mijn stage. Dat is echt, ook heeft het festival vooral heel erg mee te maken. En mijn scriptie straks, dat gaat zeker over Nijstad. Want daar ben ik gewoon vanaf nu al heel erg nauw bij betrokken. Dus dat vind ik interessant. Is dat het enige evenement of bent er meer evenementen waar het als iemand verwerkt in een scriptie? Ja, ik heb nog meer evenementen gehad. Ook voor het Rijnland Instituut. Daar heb ik bijvoorbeeld een symposium afgelopen november voor georganiseerd. En ik ben ook echt een evenementenstagiaire. Dus dat is ook wat ik het leukste vind en wat ik doe. Zit dat in hun bloed? Ja, denk het wel. Het organiseren en het plannen, dat hoort bij mij. Nou, is er binnenkort een groot festival in Emmen? Ja, klopt. Ja, fantastisch is dat festival. Maar daar ga ik denk liever heen als bezoeker dan als organisator. Ik had nog gedacht, dat is nog net wat voor u. Dat is een stapje meer. Klein stapje. Ja. Puttiepe. En dan. Ja.
Ja, nou wie weet dat ik ooit nog iets... Is dat een droom? Dat, nou ja, zoiets zou wel een droom zijn. Maar wie weet wordt het La Dolce Drenthe Festival net zo groot op een dag en blijf ik er elke keer gewoon nog bij. En volgend jaar weer? Ik hoop het. We gaan zien hoe het verloopt en we hopen dat het bevalt. Volgende keer mag het nog iets warmer zijn. Het is natuurlijk de zon straalt, dus dat is fantastisch. 10 graden binnen. Ja, dat wel. Maar het is hier al aardig fris hoor met de wind. Dus we gaan het zien. We gaan kijken wat er van komt. En ik hoop gewoon dat er nog een tweede en een derde en een vierde editie komen. En wanneer is een scriptie af? Ik denk hopelijk juni of juli. Ja. Dus dat is een bulte pen. Een hele bult, ja. Ik wens u heel veel succes. En misschien pak ik u in de loop van deze twee dagen nog wel eens in, man. Dat ik denk van Gabi, hoe zit het er nou bij? Hartstikke leuk en bedankt. En we gaan het zien. Heel graag tot dan. En anders tot volgend jaar. En anders tot volgend jaar bij La Dolce. Dank je wel. Goeiedag, Im. Goeiedag. Ik vreug gewoon tof, want ik denk, hier bent net is jasje aan, net blouseje aan. Ik denk, dit is een belangrijke meneer. Dat is nou belangrijk. Je kunt het belangrijk maken, hè? Dat valt mee. Hoe belangrijk ben je? Ik ben programmamanager van het regionaal investeringsfonds bij het Alphen College. En dat is een heel mooi woord. Ja, ik dat is chocoladeletters maar eten en kriekboek zeggen. En het is een mooi woord voor een hele mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. In de regio's waar het Alphen College actief is. Nou, dat is in Hardenberg, in Hogeveen en in Grunning. En hier, dit project, dus zeg maar het Dolce Drenthe en Strand Nijstad, is een project van het Alphen College, samenwerking met bedrijfsleven. Nou, dan zie je wat het mooiste eruit voortkomt. Ja, het zet er echt fantastisch uit. Maar hoe is dit ontstaan? Hoe is dat idee, dat zo'n zeng mag? Nou, ik heb eens teruggekeken in de Hogeveense Courant. En er waren er twee ondernemers, Bert Zuidema en Barry Beuker. Die hadden het idee opgevat om van dit mooie terrein hier zo een recreatieterrein te maken. Nou, ik ben een geboren en getogen Hogeveener en in mijn herinnering is dit altijd een zandwinlocatie geweest, een surfplas geweest en nooit echt veel meer doorne, zeg maar. Nee, een diepe plas was het? En een diepe plas, 30 meter diep heb ik begrepen. En nou is nou dus door het initiatief van beide ondernemers vanaf 2015 en meteen met collega Tjidem Zanting in gesprek om ook het onderwijs erbij te betrekken. Nou, dus eigenlijk al een jaar of vier al met al aan de gang om dit te ontwikkelen. Nou, dat is gewoon, kijk, dat is gewoon fantastisch. Maar ik heb de vraag, hoe komt die samenwerking nou tot stand met het idee bij betrekte leerling van de scholen erbij? Nou ja, een ondernemer die wilde het gewoon organiseren, wilde gaan opzetten en die heeft natuurlijk een aantal vragen. Dat gaat over de horeca, dat gaat over recreatie. En wij bij het Alphen College hebben natuurlijk dat soort opleidingen in ons pakket. En de moderne vorm van onderwijs is dat wij, wat ik net ook al zei, bedrijfsleven en onderwijs willen samenwerken. Dus een ondernemer, Barry Beuker, die komt met een opdracht bij Tjidem. En die zegt van dan kan aan deze opdracht het onderwijs aan meewerken. Ja, dat kan. Dus Barry geeft de opdracht. En onze studenten vaak samen met het HBO, Stenden Hogeschool, met Hans Hogeschool, gaat het uitvoeren. Maar dat kost op bakken geld. Nee, dat kost geen partner geld, want het past precies in het programma, in ons onderwijsprogramma. Dus wij doen dat de hele molen. Nou ja, het is nog niet helemaal zo, maar een bepaald gedeelte van de week, en wij hebben dat zeg maar een anderhalve dag in de week ongeveer, hebben we dit programma op die manier vormgegeven. Dat leerlingen van ons vaak ook in meerdere vormen, zeg maar, dus niet alleen maar een techniekopleiding, maar ook bijvoorbeeld zorg en techniek of horeca en techniek, die werken allemaal samen aan een opdracht. En dat kost in principe niks meer dan gewoon het reguliere onderwijs. En de ondernemer is er blijde met. En de ondernemer is er blijde met. En de ondernemer die kan dus meedenken over het onderwijs. Die kan ook meedenken over de toekomstige werknemer. Hè, want dat is natuurlijk ook weer voor ons een pre. Dat een leerling praktijkgerichte opdrachten kan uitvoeren. Realistisch. Ja. Geen opdracht die bedacht is. Maar gewoon echt realistisch. Ja. En op die manier krijg je dus een hele mooie wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Henry McCormen op pad. Ja, geweldig. Mooi dat je er bent. Leuk hè? Yes. Ik heb nou eindelijk eens een keer een gezicht. Want wij leest vaak in de kranten. Ja. Georganiseerd door Henry Afferijn. Gesponsord door Afferijn. Ja, het kost een beeld geld. Ja. Nee, maar goed. Wat is, je bent een lokale ondernemer. En vooral in de supermarktland ben ik de enige supermarktondernemer in Hogeveen. Ja, en dat weet mensen nog goed te vinden. En ik vind het zelf ook mooi. Ik bedoel, ik waardeer dat klanten bij mij komt. Want er bent natuurlijk een legio aanbod aan supermarkten en dergelijke en horeca.
Dus vandaar dat vind ik altijd wel normaal dat er ook dingen voor terug doet. En nou stap je in iets helaas. Ja, dit is wel een project, hè. Allemachtig. Maar goed, kijk, ik had natuurlijk ik heb een horeca gelegenheid gehad, Heinrich, en die hebben dichter gedaan. Snitsels waren op. Ja, nou, ze waren niet echt op, dat viel nog wel met, maar er was wat gedoe met huur en dergelijke, maar dat zal ik ook besparen, is niks aan. Nee, we gaan in de toekomst kijken, we gaan naar de leuke dingen. Dat dacht ik, en ik ben in gesprek geraakt met Bert Zeudema. Bert Zeudema die is eigenaar hier van de grond en dergelijke. En toen zei ik eens tegen Bert, wat ga je toch doen met een paviljoen doen? Ja, dat weet ik wel, ja, dat weet ik wel. Nou, en zo zijn we eigenlijk verder geworden je ziet het, het is een fantastisch gebouw, denk ik. Dat is een understatement, hè? Dat is echt wel een understatement. Ja, wat is, jongen? Ik ben hier al gewoon echt al 2 maanden zelf ook, gewoon 6 dagen in de week echt bouwvakker. ik vind het fantastisch om te doen. Dus je ziet het hele proces van de gipsplaten zetten tot aan wat er nou stiet. Ik moest op mij wachten, want ik moest nog even snel douchen. Nou ja, jongen, dat zal ik jullie vertellen. We kwamen van man Henry tegen en hij leurt me toch in een kloffie. Ik denk, nou, dat is een echte bouwvakker. Dat zit echt. Ja, ik zal nu de vingers in de hand me niet laten zien, maar het klopt. Ik heb echt de laatste maand niks aan gedaan en dan... Knoeperhard werken hier. Gelukkig heb ik goede mensen in de supermarkt, dus dat rijdt gewoon mooi door. Maar met zo'n project, het is geen standaard iets. Hè. Het is ook niet een dat je zegt van nou, ze doen maar wat, doe dit maar wat. Nee, je wilt het maken zoals je het zelf tussen noorden hebt. Ja, en dan moet je er ook in. En is het dat er lukt? Is het helemaal geworden zoals je het zelf een beetje in de Kupkaan? Ja, absoluut. Misschien wel meer. Het is, wij wonen dus een hele gezellige tent. Een klein beetje industrieel, dus een betonnen vloer en een plafond, maar daarentegen wel heel warm en gezellig. Wij zaten onze af te vragen, Henry. Wij keken zo naar die bar toe en dan zie ik daar die tank met die bepaalde marken erop. Ja. Ik denk, zullen dat nog vol bier zitten? Ja, dan noem ik het geheim van de Smit verklaard. Nee, dit niet. Er zit geen bier in. We hebben wel bier in tanks, maar er staat in het gebouw daarachter. Alleen nog, je hebt zaaltje ook gezien, denk ik. Het zaaltje hebben we binnen in de wijnstijl gedaan. Op die schappen daar staat allemaal tikviswijn. Tikviswijn, dat is. Ik ben lid van Microdonia. En Microdonia, dat zijn 20 ondernemers die verstrekken microkrediet in Macedonië. Een heel arm land. Doe je dat ook nog? Ja, en dat. En van elke fles tikviswijn die er verkocht wordt, giet een opbrengst ook naar dat fonds. En dat vind ik gewoon hartstikke mooi. Dus vandaar eigenlijk, zoiets had tussendoor van, goh, eigenlijk is het wel heel mooi om in dat zaaltje, een aparte zaaltje, die we voor bruiloften en dat soort dingen allemaal doen, om dat mooi te laten zien. Dat je daar ook mee bezig bent. Maar Henry, nou nog een hele persoonlijke vraag. Ik heb vanmorgen, toevallig ben ik uw vrouw ook tegengekomen. Ja. Hij doet nog wat iets vullen. Ja, zeker. Ik bedoel, en de supermarkt, ja. En het paviljoen, en Macedonië ondersteunen, en ja. Kerel, waar haal je de tijd vandaan? Ja, dat hoor ik vaker. Maar ik ben samen gewoon vaker wel bij u, hè. Dus ik probeer zo min mogelijk vergaderingen toestaan samen te hebben. Maar dat vind ik vaak kost alleen maar geld, dus je hebt er niet zoveel aan. En ja, ik wil ook gewoon wel thuis zijn. Ik ben ook gewoon papa. Dus dat is het mooiste. Ik heb ze waarschijnlijk de laatste weken hebben natuurlijk wel een beetje minder aandacht allemaal kunnen geven. Maar dat komt weer terug. En ik ja, zeker. Voor de jongens is het ook hartstikke mooi. En voor mijn vrouw die geniet hier ook van. Dus, ja, nu loopt net een projectlijst, dat loopt door het beeld. Ja, dat maakt het niet goed. En, dat is ja, maar dat werkt gewoon zo. Want zij zegt ook dat je een bijzondere ondernemer bent. Die de leerling de kaas geeft om een stok ervaring in de buizen mee te nemen na hun studie. Ja, maar ik vind dat belangrijk. We hebben die boom hebben ook een soort van klaslokaal realiseerd voor het Alpha College. Ja, ik vind het gewoon super belangrijk dat je staat ook midden in het leven, je staat ook midden in de maatschappij, dus je moet daar ook goed voor zorgen. En de jeugd heeft een toekomst. En we willen graag gebruik maken van de jeugd dat ze bij ons werkt, dus ook in de supermarkt, ook hier. En dan vind ik het ook belangrijk dat je gewoon, en ik vind het belangrijk dat mensen gezellig werkt en lekker naar de zin hebt. Ja. En dat merk ik gelukkig ook in de supermarkt volgens mij. Je hebt eigenlijk, klinkt heel raar hè, in de horeca, overal heb ze het.
Iedereen heeft me druk mee dat moeilijk personeel. Dit ja, verloop, hè? Het verloop is groot, hè? Ik moet eerlijk zijn, je hebt eigenlijk bij Bienke een abstentie gezet. En voor de rest een abstentie, maar dat was meer voor de keuken en dat soort dingen. Wat hulpjes erbij. Maar Cox, alles, ja, die heeft zich spontaan gemeld. Dat vind ik fantastisch. Als mensen zich spontaan melden, dan wil ze ook graag. En... Nou ja, ik zie het er aan hoe. Je gelooft het ook gewoon met deze onderneming. Dat zie ik ook gewoon aan hoe. Ja. Dat het echt iets is wat u van harte komt en waar hij alles in investeert wat hij erin hebt. Ja, maar dat, ik vind het gewoon mooi. Kijk, elke keer dat ik hier aankom, ook, hè, we hebben nou die vlaggen ophangen, dan gaat wel met die strandidee. Maar elke keer dat je hier komt, dan denk ik, wat vind ik, ja, het is maar gewoon een platte water. Maar eigenlijk krijg je direct het gevoel van oh, ontspanning, vakantie. En dat vind ik gewoon geweldig. Hoe ben je nou aan zo'n paviljoen gekomen? Want net zoals we eerder hadden, het was eerder gewoon een zoek gehad van Sudema. Ja, ja, ja. En dan zo ineens, dat zegt Overijn, we leggen door. Hier komt ook nog aanlegstijger die is bij, geloof ik, of zo. Wat is dat? Nou, kijk, het plan is natuurlijk is ontstaan door Barry Burger samen met Bert Sudema. Die bent natuurlijk die bent eigenlijk de grondleggers van het hele geheel. Barry die gaat straks het terrein helemaal doen. Ik ben er eigenlijk als derde poort bij aanhaakt voor het paviljoen. En Betty is nog verder is druk bezig met ontwikkeling, ook met een vakantiepark hier tussenin nog en die andere woning. Dus Bert is eigenlijk zeg maar de grote man en ik ben gewoon hier de man van het paviljoen en Betty gaat het terrein doen. Dus een hele mooie verdeling, denk ik. En ja, hoe kon je dan met? Ik ga met Bert in gesprek en we komen gewoon tot dingen. Ja, het is toch niet op de zondagmiddag gewoon bij een kop koffie kom? Nee, eigenlijk maar. Eigenlijk, echt hoor? Ja, eigenlijk heeft ze het gewoon van nou lekker dan wat. Ja, lekker maar wel mooi. Met elkaar een aandacht geven en meer was het niet. En toen is gebrood te komen, want dit is wel een investering waar je van zegt van jongens, ja. Er moet wel wat gebeuren, want dit moet er wel uit. Er zit een smaak maar geld in. Maar ja, goed. Het is het ook weer. Het is het ook. Ja, ik denk uiteindelijk, natuurlijk, want anders begon ik niet aan zo'n project. Wat is zo'n visie? Waar staat jullie over 10 jaar, Henry? Nou, dan zit ik met mevrouw op Hawaii of zo, denk ik. Nee, ja, dat was wel een plan, hè? Dat lijkt me wel lekker. Ja, ik heb er meer over uit dat ik dat van plan ben. Ja, dat is zo'n hoop. Maar die kunnen de boot meestal nog, hè? Ja, dat wordt niks. Dat wordt dus niks. Dat kan niet. Dat wordt echt niks. Nee, maar wat is uw visie? Ja, wat was je nou, ik ben een jong ondernemer. He? Oh, ben ook een fietser, jongens. Ja, ja, nee, ja. Net een scheur natuurlijk. Precies, en er was en er poetst en er zit een salvie op. En, ja, nee, dat is knap. Ja. Maar je bent, en voor de ondernemers ben je een jong ondernemer die lef heeft. Maar waar is dit, Henry, als hij zegt, ik ben man 60 jaar, ik vind het prachtig. Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen, want ik ben met 27 jaar begonnen. Met de supermarkt, eerst in Zuidwolde. Ja, en ondertussen wat hij ondertussen wel niet oppakt van de e-salon die we nog een keer begonnen bij de Heinrich. We hebben zo'n discgolfbaan, ander legt er in de weide. Ja, ik vind het lastig. Ik heb wel met een vrouw de afspraak, we zoeken grote dingen dit te doen, maar eerst niet weer. Nou ja, hij is groot zat, maar hij straalt ook wat uit. Je kunt hier een heleboel te doen. Net zoals je zegt, een collega, Omar, die heeft hier een heel mooie traject, een mooie strandhieling, door je hele mooie leuke dingen mee kan doen. Ja. Dus voorlopig is dat nog niet de deur ontwikkeld, maar ik ben zo benieuwd, want hoe hard als je nou in 10 jaar begonnen bent, Henry? Laten we hem 10 jaar, hè? We kijken eigenlijk niet achter hem, maar laten we het voor de ene keer eens in doen wat in die 10 jaar met jullie gebeurd is. Ja, ik ben van Zuidwolde naar Hoogveen gegaan, van 1 naar 2 winkels. We zijn van 44 man personeel naar nu 220. Zonder dit. Hier komt er even ook al 25 aan de nummer. Ja, inderdaad, als je dat allemaal bekijkt. Dus Hogeveen op een start. Ondertussen natuurlijk een switch maakt, mutten maken naar Albert Heijn. Ja, want de CDU hield op met bestaan. Ja. Nou, ik ben natuurlijk van jongs af ben ik in de CDU terecht gekomen. Dus ja, dat doet ook al zeer. Dat denk ik, ja, want dat is wel de echte prei die dan in de bak moet liggen. En Albert Heijn is toch, ja, nee, ja, het zal ook vast winnen. Nee, Albert Heijn is natuurlijk een fantastische formule. Ik moet eerlijk zijn. Daar ben je niet op achter u gegaan. Nee, absoluut niet. Albert Heijn is gewoon, het is met niks voor niks marktleider, zo simpel is het. En als ik kijk naar hun producten, wat maar, ik vind dat wel een beetje jammer. Dat mensen hebben het tussen de oren nog steeds, Albert Heijn is duur. Dat is echt typisch Noorden. En terwijl ik, nou, 100% zeker weet, want
Ze waren zelfs nog goorber als 7000. Ja, maar we hebben dubbel die suikers aan daar, ja. Dat weten we. Ja, maar dat geeft ook niks. Dat werden wel mooi. En daar heel veel dubbeltjes maken ook een euro. Dus, dat bedoel ik. Ja, dus het is uiteindelijk... ik vind het is een mooie formule. Het is een goede formule. Het is een mooie product. Nou, als ik dat allemaal bij mijn grap tellen, nee, dan vind ik Albert Heijn wel heel erg mooi. Ben je een harde zakenman van? Of ben je een mens, ja, menselijke zakenman gebleven? Ik ben een mietje, joh. Ja. Nee. Hij heeft de visie van over 10 jaar lig ik op Hawaii. He, en dan heb ik het. En dat hier zei ik ben een beetje, geloof het dan niet. Ja, nee, maar ik ben absoluut. Ik heb donders een hekel aan Siever gezegd en ik heb een hekel aan ruzies. Maar dat is met personeel net zo. En dat vind ik dan wel mooi. Ik ben al 23 jaar ondernemer. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van de rechtbank gestaan of een advocaat op mijn dak had of wat dan ook. Dat ken ik niet en dat wil ik ook niet kennen. Je weet gewoon, als ik eraan begonnen, maak ik er een succes van en dat giet mij lukken ook. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, als jij aan begon, dan giet het lukken. Want als je er volledig achter staat, dan wil dat. Maar als ik vragen wat ze over 10 jaar, dan weet eigenlijk nog niet zo heel goed. Ja, de toekomst is altijd moeilijk. We vragen ooit eens een keer... Nou ja, ze zegt ook dat die olie in de buren ligt. Nou kijk, ik heb nou straks wel titel met een boord hier in de ronde. Dat bedoel ik. Ja, en ik heb nog wat bomen zien. En je weet nooit wanneer de boom komt. Wow, dat zal wel gebeuren, nog niet. Een shake, doe ik zo'n tulman maar. Dat bedoel ik. Dat lijkt me wel wat. Henry, we moeten blijven aan dit interview. Maar ik hoop in de toekomst nog een keer een interview ook nog weer met u te doen. En met een klein stokje terug te kijken, maar dan toch te kijken. Wat gaat Henry doen in de toekomst? Okay. We gaan het bekijken. Dankjewel, Henry. Yo, prima. En veel succes. Dankjewel. Thank you.